introduceer ik vandaag de nieuwe serie op mijn kanaal. Wie belt Bo? Tips voor toevallig, nu ik u toch spreek. Zit je me nou voor de gek te houden? Nee, oprecht. Ik dacht misschien heeft u een tip of zo. Maar eventueel als u me zou kunnen helpen met vullen, ik weet niet of dat mogelijk is. Nee, dat gaat helaas niet. Maar zou ik hem eventueel ook met de fiets of zo kunnen ophalen, dat ik hem achterop bij mijn bagagedrager doe? Wat denk je nou zelf? Je houdt mij voor de gek. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een hele leuke video, of in ieder geval de allereerste aflevering van mijn nieuwe serie. Heel veel van jullie zullen mij waarschijnlijk wel kennen van de bedrijven prank call video's. En dit waren de prank call video's waarin ik mijzelf ging ziek melden bij bedrijven waar ik helemaal niet werkte. Jullie vonden deze video's altijd zo leuk om te zien en ik kreeg hier ontzettend veel leuke reacties op. Nu kreeg ik van heel veel jullie de vraag of ik mij nog een keertje ziek wilde melden bij bedrijven waar ik helemaal niet werk. Alleen is dit nu niet meer zo leuk, omdat eigenlijk alle bedrijven inmiddels al wel weten dat het een prank call is. En doordat het dus zo vaak gedaan is, is het gewoon niet meer zo leuk. Daarom ben ik ontzettend lang bezig geweest met een nieuw concept te bedenken. Omdat ik het prank call idee toch wel heel leuk vind. En ik weet ook dat jullie het heel erg leuk vinden. Daarom introduceer ik vandaag de nieuwe serie op mijn kanaal. Wie belt Bo? In deze nieuwe serie op mijn kanaal ga ik mensen die een online advertentie geplaatst hebben opbellen en eigenlijk een beetje de meest domme en gekke vragen stellen. Dit kan een advertentie zijn van een of andere postzegelcollectie, van een raar kledingstuk, van een stoel, van een tafel, van een auto. Het kan echt van alles zijn. Nu is het concept voor jullie misschien nog een beetje onduidelijk, maar het wordt straks allemaal in deze video duidelijker. Want vandaag ga ik twee mensen bellen die een advertentie hebben geplaatst. Ben je nou benieuwd naar de video en heb je ook heel erg veel zin in deze nieuwe serie Wie belt Bo? Doe dan even een pluimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En let's get started! Voordat ik de eerste mensen ga bellen, wil ik nog even als disclaimer geven dat ik in deze video soms dingen bij zal bedenken. Dus het is niet zo dat ik altijd per se als mezelf bel. Ik bel sowieso nooit met mijn eigen naam. Maar het kan ook zijn dat ik ineens erbij bedenk dat ik bijvoorbeeld op een flat 3 hoog woon. En dat ik 5 kleine broertjes heb en 6 kleine zusjes. Ik kan er van alles bij bedenken. Dus mocht je in deze video's dingen horen waarvan je denkt, Bo, dat wist ik niet van je of dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, 99% dat het gewoon helemaal niet waar is. Maar ik zeg dat dan gewoon omdat het misschien leuker is in het gesprek of dat het verhaal een andere draai geeft. Dat was even de disclaimer. Laten we snel gaan bellen. Let's go! De eerste persoon die ik vandaag ga bellen heeft online een trampoline te koop staan. En een trampoline is eigenlijk iets wat voornamelijk door gezinnen gebruikt wordt. Of in ieder geval voornamelijk te vinden is in tuinen van gezinnen. Het gaat vandaag om deze advertentie van de trampoline. En ik bel als Anna Spring in het veld. Nu ga ik even het nummer opzoeken en dan gaan we bellen. Dus let's go! Goedemiddag, ik spreek met Anna Spring in het veld. Ik belde even naar aanleiding van uw van de trampoline. Je had al meer gebeld, net toch al gebeld, of niet? Ja, klopt, maar hij nam niet op, dus ik dacht ik probeer het nog een keertje. Ja, klopt. Nee, maar ik had even een vraag. Je bent u toevallig op dit moment in staat om even bij de trampoline. Kunt u daar nu bij komen? Hoezo? Je had ook een bericht gestuurd? Nee, dat niet. Ik bel gewoon vanwege de advertentie. Ik had geen bericht gestuurd. Ja, dan moet je gewoon naar waar. Waar woon je ergens? Ik woon vlak bij u. Ik woon denk ik nou, twee kilometer vandaan of zo. Het valt heel erg mee. Waar woon je dan? Ik woon ook in zelf. Oh, dan moet je even aankomen. Ik heb het zien. Ja, want ik had eerst even een paar vragen via de telefoon. Want ik ben op dit moment niet zelf thuis. Maar hoeveel veren heeft de trampoline? Ja, dat weet ik niet, joh. Ik heb dat ding toen nieuw gekocht. Hoeveel veren, ja. Zou je dat voor mij kunnen tellen eventueel? Ja, maar ik ben niet thuis nou. Ik zit op de zaak. Maar waar is dat zo belangrijk voor veren? Ja, ik was benieuwd hoeveel ongeveer, hoeveel u schatte. Ja, hoezo? Ja, waar is dat voor toepassen? Ik heb nooit gehoord zoiets geks. Nee, maar het is gewoon omdat het verschilt. Want hoe meer veren de trampoline heeft, hoe beter die veert. Dus vandaar. Oh, maar je veert perfect toch? Oké, okay, dus niet zo dat hij uitgeveerd is? Beetje uitgeleefd? Nee, helemaal niet. Nee, want mijn zoontje is er toen al tijd in gesprongen. Ja, die zal ook een dag al. Die speelt er nou niet meer mee, hè? Dus die zakt wel goed door de trampoline. Het is niet een prutting. Perfect. Oké, okay, want ik heb al je kunt al zien dat de trap, ik heb er een trap bij. En ik heb er alleen net niet meer in was gepot, dat het eromheen zit. Oké, want ik gebruik ze niet meer. Maar ik heb ze over de hand. Dus die hebben eigenlijk niet nodig. Ik ga niet meer of wat? Wat doe je? Nou, het is dus zo. Ik wou hem kopen voor mijn moeder. Want die is, ik denk 40 of zo ongeveer. En die wil graag het salto leren. En mijn zusje zelf vindt het ook heel erg leuk. Oh, dat is heel mooi salto. Ze doen
Ja, heeft u daar nog tips voor toevallig? Nu ik u toch spreek? Zit u me nou voor de gek te houden? Nee, oprecht. Ik dacht misschien heeft u een tip of zo. Ik denk je houdt me van een beetje voor de gek, omdat je ook al alles niet meldt. Nee, dat doe ik altijd. Ja, nee, oprecht serieus. Oh, moet je gewoon komen kijken, krijg je van mij allemaal tips. Oké, nou helemaal top, want ik wilde hem bij ons op het dakterras zetten. Maar zou dat eventueel kunnen zonder net, of zou ik er wel echt een net bij moeten halen? Nee, ik denk wel zonder net, hè. Ja, toch? Ja, dan moet je gewoon niet te gekke dingen doen, lijkt mij. Dan moet het best kunnen. Gekke dingen doen, hè? Nee, want ik woon redelijk dicht bij u in de buurt, maar zou ik hem dan ook eventueel, want met de post is overbodig, maar zou ik hem eventueel ook met de fiets of zo kunnen ophalen, dat ik hem achterop bij mijn bagagedrager doe? Haha, wat denk je nou zelf? Je houdt mij voor de gek. Ik ben zo mooi, jij. Ja. Nee, maar omdat ik best wel redelijk dichtbij woon, ik dacht eventueel misschien kan dat. Ja, we kennen allemaal, hè. Ja. Oké, nou helemaal top. Dan laat ik het u nog even weten. Bedankt voor de informatie in ieder geval. Maar je houdt me niet voor de gek. Nee, oprecht niet, meneer. Nee. Dan zou ik niet bellen. Nee, maar waarom bel je dan anoniem? Omdat ik dat eigenlijk altijd doe. Ik heb wel eens nare ervaringen gehad. Ik zal nooit op anoniem. Oké, nou dan heb ik geluk. Oh, je hebt echt geluk, hè? Ja, daarom. Het is jouw dag vandaag. Ja, daarom. Dat dacht ik ook. En om de hoek. Je moet maar gauw aankomen als je daar weg. Ja, ik ga het even laten weten. Is dat goed? Oké, super. Is goed. Dank u wel. Jo. Doeg. Doeg. Ik ging stuk om deze meneer. Hij was zo grappig, want hij vroeg dus aan mij, waar woon je? En ik zat dus gewoon hier zo te bekijken. En toen zat ik echt die plaats op zoek van, waar woont hij? Want als ik zeg van, ja, weet ik veel, ik noem een of andere plaats aan de andere kant van Nederland. Ja, dan is het al klaar. Dus ik dacht echt van, oké, wat zegt hij? En gelukkig kwam ik op tijd uit, maar dit was zo'n grappige man. En ik ga vanmiddag natuurlijk wel even een bericht sturen dat ik toch niet geïnteresseerd ben. Bedankt voor de informatie, want alles vind ik een beetje sneu. Maar ik vind hem in ieder geval heel erg geslaagd. Laten we snel doorgaan naar de volgende advertentie. De eerste advertentie is helemaal geslaagd en ik vond het heel erg leuk om te doen. We gaan daarom nu snel verder met advertentie nummer 2. En advertentie nummer 2 gaat over iemand die online een zwembad te koop heeft staan. En het gaat om deze advertentie. Ik bel vandaag als Senna Duiker, dus laten we snel gaan beginnen. Let's go! Hallo? Goedemiddag, gesprek met Senna Duiker. Ik bel van de aanleiding van uw advertentie van het zwembad. Ja? Ik had een vraag, want het was best wel, het leek wel op zich een redelijk groot zwembad. Maar hoeveel emmers water gaan er ongeveer in? Want ik heb zelf geen thuiskamer, dus ik moet hem gaan vullen met een emmer. Oh, met emmers? Ja. Dat is best wel wat, hoor. Hoeveel water denk je dan in het zwembad, Gens? Ja, het is best veel, hoor, met emmers. Ja, want ik heb zelf geen thuiskamer, dus het zou wel moeten. Maar eventueel als u me zou kunnen helpen met vullen, ik weet niet of dat mogelijk is. Nee, dat gaat helaas niet. Oké, want ik woon zelf dus dat scheelt in ieder geval wel. Maar dat is inderdaad al makkelijk met ophalen. Ja, want mocht ik hem kopen, krijg ik dan ook eventueel wel een emmer bij, omdat ik natuurlijk veel emmers moet vullen. Nee, we hebben geen emmer of zo. Sorry. Oké, want hoe lang zit het water? Ik zie hier namelijk staan dat hij gevuld is. Hoe lang zit het water al in het zwembad? Nee, ik heb hem al leeg. Okay. Het is al helemaal opgevouwen en zo. Dus als je hem wilt ophalen, dan kan dat gelijk in principe. Oké, want hoe lang heeft het water er? De luchtdatjes erbij. Oké, helemaal top. Want hoe lang heeft het water erin gezeten wat erin zat? Een week. Oké, ja, want volgens Rijkswater heeft namelijk een nieuwe regel sinds januari 2019. Dat het water er maximaal maar 3 dagen in kan zitten. In verband met nieuwe hygiëne of zo. Maar heeft u ook gebruik gemaakt van een filter of eventuele chloortabletten? Nee, want dat heeft geen zin in zo'n zwembadje. Dat hebben we nagevraagd bij Heus. Oké. En omdat het water stilstaat, heeft dat allemaal geen zin. Oké, er zit ook geen verwarmingselement in? Nee. Oké, dan worden het dus warme emmers water vullen. Want ja, ik heb, want ik heb zelf, wij wonen dan gewoon wel normaal huis, maar wij hebben ook een plat dak. En ik dacht eventueel, misschien zou ik hem daar kunnen zetten, omdat het al dichter bij de zon is. Dus misschien wordt hij dan sneller warm. Geen idee wat het uit zou maken. Ja, het is best wel snel warm, hoor. Bij ons was het in één dag warm. Had u hem ook op een plat dak staan, of niet? Nee, dat niet. Gewoon in de tuin. Oh, oké. Dus dat zou ook gewoon kunnen. Ja. Ja, want ik heb zelf 5 zusjes en 3 broertjes. Maar zouden we hem ook, zouden we met z'n allen erin kunnen, of past dat niet? Met hoeveel man? Met 5 zusjes en 3 broertjes. Dus in totaal met z'n 9. Je hebt echt 4 plaatsen om te zitten, dus ja. Dan moet je, als je gewoon je benen een beetje bij elkaar houdt, ja, dan kan je toch zeker wel in zitten. Oké, want ik zag eigenlijk best wel groot op zich.
En wij willen dan, omdat wij allemaal dat wel leuk vinden, willen we misschien een duikplank bijkopen van 2 meter hoog. Zou dat kunnen met dit zwembad? Nee. Nee? Oké. Okay. Nee, zo groot is het niet, toch? Nee, maar ik bedoel, je hebt genoeg oppervlakte om te springen, lijkt mij. Nee, hij is niet diep of zo, hè? Nee, dat is waar. Maar goed, als je dan, misschien, ik zou het altijd kunnen proberen natuurlijk. Ja. Maar ik kom hem ophalen met de fiets. Zou dat passen, denkt u? Ik heb hem in een tas zitten. Dus of je moet nog even een tas meenemen, maar... Oké, is goed. Dan weet ik genoeg. Dank u wel voor de informatie. Eerst even laat ik het u weten. Oké. Dag. Hoi. Deze mevrouw, zij dacht echt van, hoe kan iemand in zijn leven zo dom zijn? Weet je wel, zij zat echt van, oh my god, vraag je dit nou serieus? Weet je wel? En ik vind dat altijd heel grappig bij dit soort dingen. Dus deze is ook helemaal geslaagd, maar helaas was dit wel weer de laatste advertentie. Dan waren dit weer alle advertenties van deze video en ik vond hem ontzettend geslaagd, want ik vond het heel erg leuk om het een keertje anders te doen. Vond je deze video nou ook leuk en wil je meer van dit soort prank call video's? Doe dan even een pluimpje omhoog. En heb jij er nog zoiets van, de volgende keer moet je iemand bellen die dit te koop heeft staan of dit te koop heeft staan? Laat hem even weten in de beschrijving en dan zoek ik een leuke advertentie op. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!